Hallo allemaal, welkom. Jullie zullen wel denken, ik ken je nog. Correct. Let's do this. Het is de bridge hier. 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 Inclusief kerstboom. Haatjes. Kan niet meer gewicht hebben. Wat een klap voedsel. De drang om elke dag fastfood te eten. En nu als lunch. Een margarita pizza. Mijn eten is een half uur later dan dat ze hadden aangegeven. Vervelend, maar we kunnen in elk geval eten. Tot 40 minuten. Mag ik een Big Tasty double menu? Mag ik een Big Tasty met bacon menu alsjeblieft? Eentje die chicken graag. Jeutje van een joek. Ho-ho-ho. Hij zakte in één keer flop, helemaal in elkaar. Vanavond is mijn laatste food review. Dit is mijn laatste food review. Voor één keer een food review. Weer een food review voor jullie. Er gaat wat in mijn buikie. Eén sambal, één pindasaus. Eén kleine kapsel. Eén pakje. En een milkshake chocola. Duur een falafel. Klein kapsel met drie soorten vlees. Een groot milkshake aardbei. Eén patat. Zes chicken strip kaasvlees. Zes hot wings. Zes nacho cheese bites. Een groente kroket. Een cito stick. En een zwarme rol met pindasaus. Ik ben graag voor een double spicy hot boiled crispy burger. Voor een mega hot beef burger. We hebben 6 ovens, 6 chicken fingers, een kick wrap, twisted fries en een crispy chicken burger en jalapeno's. Je moet voor mij ook niks weggooien, maar als jij lekker je ding doet en je vindt het leuk, dan moet je gewoon lekker doen waar jij je goed bij voelt. Ik ben een diabetes atleet. Ik ben bij mijn moeder, want dan moet ik sowieso alleen. En ja, weet je, waarom zou ik dan niet even gauw wat eten? Dat vindt ze nooit zo erg. Willem, ik heb best trek in pizza. Ik heb geen geld. Ik moet het ook moeten doen tot morgen zonder poen. En dat is meteen weer een nieuwe food review. Dus jazeker. De Bridge TV BackMe. Doneren gaat alleen nog maar via mijn BackMe. En niet meer op mijn huisadres. Want dat heb ik wel gedaan. Maar er kwam gezeik van. Want als je eten voor me bestelt, dan kan je dus geld missen. Of ik er blij mee ben als ik een euro gedoneerd krijg. Ik zou je bekennen, ik ben met elk bedrag blij. Ja, ik heb geld gevraagd voor een escort. Maar er is ook geld gedoneerd door mensen voor de Porsche Taycan Cross Tourisme. De dikste. Jullie zien het hieraan. En hieraan. En hieraan. Ik ben veel te zwaar. Mijn BMI is 48,3. Ik ben een kleine 60 kilo te zwaar. Ik heb geen gezondheidsklachten op af en toe wat last van mijn knieën na. En na 100 meter lopen hijg ik. Ja, dat is alles. Maar ik moet wel stoppen. En dat gaat het ook. En dit moet minder worden. En dat gaat minder worden. Het feit dat er 3,5 kilo af is, is al iets. Het is 3,5 kilo. En ik eet niet elke dag fastfood. Ik heb gisteren fastfood gegeten. Ik had die frikandelpizza. Andere pizza heb ik weggegeven aan mijn overburen. Vandaag heb ik als avondeten een McDonald's menu gegeten. En dat is het wel voor de komende tijd. Dit is mijn weegschaal. Hij gaat als 180 kilo. Als ik fastfood wil reviewen, dan moet ik fastfood reviewen. Inclusief benzine, zeg maar 25 euro. En dan heb ik meteen een hele grote streep door mijn budget heen getrokken. Dus nee, uit eten zit er niet in. En iets leuks doen voor mijn verjaardag. Dit is hem. Hij oogt wat klein voor 35 maar 8. Daar gaan we. Genieten. 22,59 uur. Dit is die dubbele kipburger. En dan heb je hier de normale hamburger. Dat is dit ding. Een unit. Het afvallen. Ik vond mijn gevoel wel oké. Weet je, deze kin die ja, is de afgelopen paar maanden steeds groter geworden. Ik leefde in een soort illusie dat ik qua gewicht niet echt exponentieel zwaarder was geworden. Toen ik gisteren op de weegschaal stond en er toch bijna 8 kilo bij is gekomen. Ik had me voor het eerst gewogen in 4 maanden. Dus dat is best flink en dat was ook behoorlijk schrikken. Dus laat ik beginnen met zeggen dat de fastfood reviews, ze komen nog wel. Maar ik ga toch echt voorrang geven aan de wat gezondere dingen, zeg maar. En laten we ervan uitgaan dat als je dit filmpje terugkijkt in januari en dan een nieuw filmpje van mij kijkt,
dat je denkt, zo, dat is een verschil. En als ik me er goed genoeg bij voel, dan gaan er wel vlogs komen vanuit de sportschool waar ik heen wil gaan. Ik zeg niet, ik ga er niet nu heen. Maar wanneer ik erheen ga, dan gaan daar echt wel vlogs van komen. En dat kan ik jullie vertellen, dat gaat dit jaar nog zijn. Ik ga met mijn buren binnenkort, nieuwjaar, gaan we naar de sportschool met z'n drieën. Ik ben 1 november gekapt met fastfood en ik zit nu weer op 150. Why you always lying? Het leek mij een mooi streven om 1 keer in de week fastfood te doen of een andere vette hap. Ah, shit. Here we go again. Ik ben nou eenmaal al jaren veel te dik, dus who gives a shit? Laten we nog maar even wat verder terug in de tijd gaan. Nou jongens, niet zo achterlijk zeiken. Het was niet de bedoeling dat ik hem zou gaan streamen. Ik trek inderdaad de deur heel nadrukkelijk dicht, want ik heb van fouten geleerd. Ik word gebeld, privé nummer, wacht even. Hallo met Bradley. Kijk op tegen. Wat er aan de hand is, is dat mijn telefoonnummer gelekt is. Nu, alweer. Ik heb het nummer 3 dagen. Je krijgt maar de kankerkludderkringspier. Ik word gebeld. Hallo met Bradley. Gooi dan alsjeblieft je kanaal weg en stop ermee. Heb ik eigenlijk best wel impulsief mijn kanaal weggegooid. De kijkers op TikTok zijn ook een heel stuk jonger en zijn ook vrij onbeleefd. Ik krijg alleen maar vragen over mijn gewicht en dan geen haat, weet je wel, erbij. Ja, Sam, daarom heb ik na vanavond ook besloten om gewoon lekker op YouTube verder te gaan. Weet je, TikTok doe ik nog wel. Maar ik ga er niet meer zoveel op live, weet je. Want het is leuk, maar het enige wat er gebeurt op TikTok inderdaad is... uitkering, dikzak, moet ik eten voor je bestellen. Ik vind dit ook leuk. Hey, ja, eigenlijk. Zeker. Buiten het feit om dat het mij wat meer aanspraak geeft... als ik livestream bijvoorbeeld. Dat vind ik heel leuk. Dan heb ik veel interactie met mensen. Gast, je ziet eruit of je net uit je krokante nest bent gerold. Ik heb geloof ik al 10 keer op snoes gedrukt en eindelijk was het 11 uur. Oh, ik ben helemaal naar de crack. Goedemorgen. It is the bread shear. Mijn vorige, een Renault Clio, kwam helaas niet meer door de keuring. Dus wat gaan wij nu doen, jongens en meisjes? Wij gaan even naar een bedrijf toe, kijken voor een andere auto. Ik vroeg, is goed dat ik er even een stukje mee ga rijden? Dit gebeurde er. Ik heb het gefilmd. Oei! Narcissus. Bellissimo. Welk type vrouw denk je dat jou leuk vindt? Doof, blind en geen eigenwaarde en wanhopig. Hoeveel vrouwen heb ik versleten in mijn leven? Genoeg. Nou ja, niet genoeg. Maar een aantal al. Oh, ja. Ik weet ook niet hoe ik het steeds voor elkaar krijg. Maar blijkbaar heb ik toch iets wat mensen aantrekt of zo. Ja, ach, hey, een man mag dromen.